vooral voor mij en Jordi denk ik een speciale wedstrijd. En ja, ik heb genoten daar, dus het is altijd leuk om terug te komen. Ook nog revanchegevoelens of vooral een warme band? Nee, gewoon een warme band. Hoor. Maar ja, revanchegevoelens moeten gewoon winnen. Maakt niet uit wie het zijn, dus daar gaan we ook voor. Nou, twee aanvallende teams, een uitstekend Telstar. Ja, wij zetten daar ons spel tegenover. En het moet eigenlijk weer wat frisser zijn dan vorige week. Hè? Want het oogde niet fris bij ons. Nou, dan moet je wel die overwinning eroverheen trekken, dat is duidelijk. Dat hebben we niet gedaan, dat was niet goed. Maar als je kijkt naar de eerste helft van het seizoen, hebben we bij Vlagen heel aardig gespeeld. En ja, daar moeten wij ook morgen in afsluiten. En dat zie je ook in iedere training terug. Hè. Zeker als we weer op dit goede veld trainen, ja, dan zie je kwaliteit in de groep. En ja, ik hoop dat er morgen uitkomt. Dit De Graafschap lijkt een beetje in een voorzichtig vakje te zijn beland. Het gaat wat moeilijker de afgelopen weken. Hoe kijk jij daarnaar? Je kan natuurlijk niet het hele seizoen elke wedstrijd goed spelen. Dus dan moet je dat soort wedstrijden winnen. En had je niemand erover gehoord. Maar nu speel je hem nog gelijk in de laatste secondes. En ja, dan hoor je iedereen erover. Wat zeggen de mensen? Ja, dat het niet goed is natuurlijk. Het is kloten gewoon als je in zo'n fase van de wedstrijd een goal weggeeft. Helemaal als je aansluiting wil houden met de top. En ja, ik denk dat we nu gewoon deze wedstrijd moeten winnen en dat niemand het er meer over heeft. Wat wordt de opstelling morgen? Nou, er kan wel iets veranderen. Alleen diegene weet het niet, dus dat kan ik jou even niet vertellen nog. Hè? Maar je gaat in ieder geval roleren en andere basis het veld insturen? Nou, op één of twee plaatsen kan het wel zijn dat er wat verandert. En ik denk dat dat ook even goed is. Dat is zonder iemand tekort te doen hoor, maar dat moet soms ook even. Telstra draait dit seizoen goed, beter eigenlijk nog dan vorig jaar, of niet? Ja, daarom, de rotte appels zijn eruit, hè? Dus dan gaat het lopen. Nee, ze doen het heel goed. Dus volgens mij spelen nu in de basis nog drie jongens van vorig jaar, dus ze hebben een heel nieuw team. En het loopt lekker, dus ja, het is ze gegund. Wat zijn de gevaarlijke spelers aan die kant? Volgens mij voorin, dat zijn wel lepe jongens. Ja, sterke spits. Linksbuiten is behendig, snel. Ja, rechtsbuiten platje kent iedereen denk ik wel. Dus ja, ze hebben een goede aanval en ze spelen goed voetbal. Dus daar moeten we wat tegenover zetten.